De nominatiecommissie van het sportgala Peel en Maas heeft zaterdag de nominaties bekendgemaakt voor het sportgala van 2015. In elke categorie zijn 3 sporters of sportploegen naar voren geschoven die kans maken op de gemeentelijke sporttrofee. Genomineerd voor talent van het jaar zijn judoka Mark van Dijk uit Echel, honkballer Jero Peters uit Maasbree en de Kesselse BMX'er Bo Piepers. Springruiter Michel Hendricks uit Kessel, de Heldense judoka Rick Manders en atleet Frans Marcelissen uit Helden maken kans op de titel Sporter van het Jaar. In de categorie Sportploeg zijn genomineerd Dames 1 Volleybalclub Olympia, Targos Bevo HC Heren A1 en het jongensteam onder de 15 jaar van judoclub Helden. Het is volgens de nominatiecommissie bijzonder dat een judoteam genomineerd wordt. Voor de 3e keer wordt de IKS-prijs, Iedereen kan sporten, uitgereikt aan sporters met een beperking. Handbiker Gwen van Rosmalen uit Venlo, veelzijdig sporter Ron Spreeuwenberg uit Maasbree en het G-hockeyteam uit Horst zijn in deze categorie genomineerd. Sporters komen alleen in aanmerking voor een nominatie, met uitzondering van de IKS-prijs, wanneer ze in de gemeente Peel en Maas wonen. Het sportgala Peel en Maas wordt op 15 april gehouden. Omroep PNM zet het sportgala live uit op de radio.